We spreken af met Royston Drenthe, midden in de stad op zijn vrije zondag. Een vriend parkeert zijn auto. Stop. Hier, doet hij goed. Nee joh, kijk, hij is toch zwak erin gegaan. Kijk even wat. Velgen, hij is zo'n mannetje, hij kras gewoon mijn velgen. De velgen zijn nog goed, hè? De velgen zijn nog goed, anders gaat hij neer. Geloof me. En dan kan het interview beginnen. Alleen af en toe ziet Royston een bekende. Dag, mijn lieve schat, hoe is het? Voor iedereen neemt hij de tijd, ook in deze drukke week. Voor de derde keer achter elkaar won hij met Sparta. En hij bracht deze week ook zijn nieuwe single uit, Mooie Dame. Kijk, daar staan die mooie dame. Ze is zo mooi, zij maakt mij lauw. Want je bent altijd van mij. Kijk, daar staan we zo para van die mooie lach. Die mooie dame maakt me lauw. Wil je als mevrouw, ga kapot van de kous. Wil je als mevrouw, ga kapot van de kous. Zonder jou ben ik morto. Baby, mi amor, zet me vast in je corazon. Een beetje van alle markten thuis. Het is niet voor niets de octopus. De octopus, een term die perfect past bij Royston. Die zowel binnen als buiten het veld onafvolgbaar kan zijn. Deze zee hier. Nee, dat zit erop, ja. Deze man, je eet alles op. Bro, kijk, jullie hebben ook als dier gegeten, maar even serieus, man. Was een krap, was deze heeft te veel gadgets, hè, broer. Zie je niet? Drenthe zit lekker in zijn vel. Zijn managers hebben altijd hun handen vol aan hem gehad. Heel vaak wordt de uitspraak gedaan, focus jij je maar op voetbal. Dat is het enige waar je op moet focussen. En de rest, dat doen wij wel. Ja. Dat is de standaardquote van een zaakwaarnemer. De rest, dat doen wij wel. Maar dat is eigenlijk meer zo van, doe jij maar het voetballen. En de randzaken, dat los ik wel van je op. Maar in de meeste gevallen zal het dus zo zijn dat ik het voor je oplos. Maar het moet wel zo zijn dat het in mijn voordeel werkt. En wat ik dan zelf zeg, oké, op het moment dat je dan een beetje de leeftijd gaat bereiken van 22, 23. Ga voor jezelf denken van wat vind ik leuk. Naast voetbal, want voetbal is natuurlijk prioriteit nummer 1. Maar wat vind ik leuk, laat me daarin gaan verdiepen. En alvast stap voor stap een beetje geld erin investeren in het ding wat ik leuk vind. Dat had ik ook moeten doen bijvoorbeeld als jonge jongen. Want ik weet nog dat ik die leeftijd had en soms kwam ik gewoon thuis en ik bij mezelf dacht van gaan we maar gewoon playstationen of gaan we bowlen of gaan we karten. Terwijl je doet eigenlijk altijd entertaining, terwijl je kan er gewoon een zinvolle werkdag van maken. Begrijp je? Maar jij bent natuurlijk vroeger dan heel vaak een beetje besodemieterd. Besodemieterd, zo mag je het wel zeggen, maar het is ook gewoon omdat ik er zelf geen visie voor had. Royston Drenthe is 31 jaar en topfit. Hij is dit seizoen nog niet één keer gewisseld. En zolang hij presteert, heeft hij van zijn trainer Henk Vrezer alle vrijheid om muziek te maken. Niet elke trainer had dit leuk gevonden natuurlijk. Dat je zo met iets anders ook naast het voetbal bezig bent. Nou, je weet hoe het gaat in de voetballerij. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat komt omdat jullie het zo inpeperen, want het is nergens voor nodig. Het is echt nergens voor nodig. Het is niet zo ik doe naast voetbal honkbal. Of ik doe naast voetbal basketbal. Ik wil proftennisser worden naast voetbal. Nee. Het is gewoon een passie naast voetbal. Ja, mag dat niet. Hoe heet die? Björn... Borg? Nee, Björn die toen het bij NEC voetbalde. Björn Vlemings? Nee, die andere. Björn van der Doelen? Björn van der Doelen, bij PSV. Die was toch ook gitaar? Ja, mensen deden daar niet moeilijk over. Dani Alves, grote voetballer, maakt ook muziek, maakt ook videoclips. Waarom zou je daar in hemelsnaam moeilijk over doen? Even serieus. Drenthe scoorde in de Premier League, de Primera Division. En vrijdag maakte hij zijn eerste doelpunt op de Nederlandse velden, in de Eerste Divisie. Het blijft een bijzonder verhaal. Maar waarom vinden jullie het bij mij wel raar, maar bij zoveel voetballers die diezelfde stap hebben gemaakt, vinden jullie het niet raar? Wil je dat echt weten? Ja, ik wil het echt weten, ja. Omdat jij wel bij Real Madrid hebt gespeeld. We praten over 2007. Het is binnen dan dat. Maar wil je dit nog heel lang doen ook? Zolang het kan, gaan we dit zeker doen, ja. Gaan we dit zeker doen. Wat vind je er zo leuk aan? Zolang het plezier is en geen dat randzaken geen mankementen worden voor voetballers, dan vind ik het leukste spelletje wat er is. Savé, hoe is het, broer? Ja.